Weer een goddelijke dag. Om Jezus Christus wil. Amen. Het stond lang op mijn verlanglijstje om te gaan doen. En toen was ik een paar jaar geleden was ik weer eens aan het wandelen in een landschap. Toen dacht ik, ik ga het gewoon eens voorstellen aan Mirjam bij het Onafhankelijk Toneel. En toen zo is het plan ontstaan, samen met Mirjam. Geen verslechtering, geen verbetering, geen verslechtering, geen verandering, geen pijn. Slaap nou niet weer in, liefste. Misschien heb ik je nodig. Geen haast, maar dut nou niet weer in. In het ene moment is, denk ik, het is een komedie en in het andere moment is het een tragedie. Het gaat over dood, het gaat over het einde leven, het gaat ook over, hoe vrolijk kan je het nog, hoe vrolijk kan je nog blijven leven natuurlijk. De vrouw die zich, Winnie, die zich vasthoudt aan de spulletjes en aan de woorden en aan alles wat ze, en aan haar herinneringen. Kareltje de Jager! Ah, gelukkige herinneringen. Ik zit weer op zijn schoot in de achtertuin onder de wilde beuk. Ik sluit mijn ogen. Ah, gelukkige herinneringen. Het is een vastklampen aan het leven tot een bittere eind, terwijl je weet dat het einde gaat komen. En dat vind ik ontroerend. Ja. En aan de andere kant, de tegenhanger is de man, Willy, die ronddoolt en wel nog kan lopen, maar totaal volgens mij depressief is en het al opgegeven heeft. Ze kunnen elkaar niet meer bereiken. Het zijn twee dolende zielen. En ze gaan er anders mee om, ieder. Nou ja, mag niet klagen. Nee, kan niet klagen. Zoveel om dankbaar voor te zijn. Geen pijn, bijna geen. Dat is het voornaamste. Daar gaat niets boven. Dat is wat ik zo heerlijk vind. Af en toe een beetje hoofdpijn. Gegarandeerd. Echt. Zuiver. Zuiver. Vat. Dit kan niet elke actrice spelen. Nee. Ja, ik denk. Het is natuurlijk zo dat heel veel mensen die gaan toch, die trekken het naar zichzelf toe en maken een eigen versie er misschien van. Hè? Want ook jonge mensen hebben het gespeeld en dan wordt het weer heel anders. Maar als je wil bereiken dat het echt gaat over het leven en de dood, laten we maar eerlijk zijn, dan is het heel mooi als iemand met zoveel ervaring, maar ook iets ouder, dit speelt. Volledig gegarandeerd, echt zuiver. Volledig gegarandeerd, echt zuiver. Volledig gegarandeerd, echt zuiver. Bargehaar. Dat is wat ik zo heerlijk vind. Dat er geen dag voorbij gaat om in de oude stijl te spreken. Bijna geen dag zonder een of andere verrijking van de kennis. Hoe klein die ook is, ik bedoel die verrijking. Mits men er moeite voor doet. En als om een of andere duistere reden op een bepaalde dag verder moeite doen niet meer mogelijk is, dan eenvoudig de ogen sluiten en wachten op de volgende dag. Oh, die gelukkige dag.